De historische vereniging Heilo is trots op het feit dat ze twee schilderijen in bruikleen heeft gekregen van de stichting Van Voorreest. Op de schilderijen zijn twee leden van de familie Van Voorreest afgebeeld. We staan hier bij de twee portretten van Cornelis van Voorreest en Johanna Elisabeth Loopuit. Ze leefden van 1816 tot 1877. In die tijd moeten we gaan denken. En het Historisch Museum is bijzonder blij met deze portretten. Het zijn de schaduwportretten of tweelingportretten van de originele. Dit zijn dus eigenlijk replica's, maar ze zijn zo prachtig dat ze hier een ereplaats hebben gekregen. Ze hangen in de tentoonstelling De Tijdlijn van Heilo.